De eigen identiteit is belangrijk. En daarvoor is het nodig om te weten van waar je komt. Dit inspireerde historica Yvette Coupijn, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek te starten naar de geschiedenis van Javaanse vrouwen. Tijdens een lezing op zoek naar Satiem Martu Sintiko vanmorgen in de universiteitsbibliotheek gaf de historica een kijkje in haar promotieonderzoek naar gedwongen verplaatsing, verwantschap en overlevingskunst in de levensverhalen van drie generaties Javaans-Surinaamse vrouwen in Nederland. Dat deed zij door de aanwezigen mee te nemen in het levensverhaal van Satiem Martu Sintiko, een van de vrouwen die zij interviewde voor haar onderzoek. Coupijn, die zelf ook Javaanse voorouders heeft, zegt dat veel mensen in Nederland nog weinig weten over deze geschiedenis. En weet er geen enkel persoon in Nederland dat er dus tussen 1890 en 1939 een kleine 33.000 Javanen naar Suriname zijn gebracht. En dat er dus inmiddels zo'n 20.000 tot 30.000 Surinaamse Javanen in Nederland wonen. Daar zijn geen exacte aantallen van, omdat in de statistieken van Nederland Surinamers gewoon als Surinamers worden geregistreerd en niet op etniciteit. Dus om een antwoord te vinden op die vraag startte ik mijn promotieonderzoek naar de geschiedenis van Javaanse Surinamers, maar dan wel bezien vanuit het perspectief van vrouwen. Want wisten we in Nederland vrijwel niets over Javaanse Surinamers, over Javaans-Surinaamse vrouwen wisten we nog minder. Simpelweg omdat hun verhalen niet belangrijk genoeg gevonden werden om vastgelegd te worden. Coupijn, die momenteel weer in Suriname is voor haar verdere promotieonderzoek, zegt dat haar onderzoek veel zaken heeft blootgesteld. Zo leerde ze dat de Javaanse contractmigratie naar Suriname deel uitmaakte van een veel grotere contractmigratie. Namelijk die naar Delhi, Sumatra, Noord-Sumatra, de plantages al daar. Ik leerde dat het systeem van gebonden arbeid van meet af aan was ingegeven door het Nederlandse streven om zoveel mogelijk winst te maken tegen zo'n laag mogelijke kosten. What's new? Ik leerde dat de werving en verscheping van Javanen voor Delhi en Suriname in handen waren van wervingskantoren die beheerd werden door de Nederlandse handelsmaatschappij, waarvan toentertijd koning Willem I groot aandeelhouder was. De lezing wordt verzorgd in het kader van 40-jarig bestaan van de universiteitsbibliotheek. In dit kader worden er vele educatieve activiteiten ontplooid, waaronder het verzorgen van diverse leningen.